We vonden het goed dat in dit geval een scheidsrechter nog een keer wees op de respect, hè, de respectactie van de week daarvoor. Maar wij denken dat de scheidsrechter ook wat andere mogelijkheden heeft, zoals gele en rode kaart of een vermaning. En, nou, dat lijkt ons genoeg. Ik zal niet zeggen dat het een misplaatste situatie was. Ik zeg wel dat zijn bedoeling goed geweest is, maar dat het op een moment kwam die zich daar niet specifiek voor liet lenen. Omdat meneer Maaskant volgens mij alleen zei, het is een 100% overtreding. Wij nemen onze voorbeeldfunctie dan ook serieus. En dat is de reden dat we morgen de mensen bij elkaar brengen. En dat we ook proberen om daar daadwerkelijk een statement in te maken. Zodat dat na de winterstop ook zichtbaar wordt. Het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. Dan moeten we daar onze verantwoordelijkheid in nemen. Dat zullen trainercoaches zeker ook doen. Maar we moeten nu niet net doen alsof het punt 1 een voetbalprobleem is, specifiek. En dan vervolgens ook nog veroorzaakt door de trainercoaches.